Hoi, mijn naam is Femke Klomp en samen met mijn man Marcel en onze jongens Julian en Lucas woon ik hier in het gezellige Geemonde. De liefde heeft mij naar Geemonde gebracht en is nu echt mijn thuis. Wat zou het toch mooi zijn als ik de komende 4 jaar weer mijn steentje bij mag dragen aan de toekomst van ons dorp. Nou, fijn als ze hier eindelijk de weg is gaan aanpakken. Dat is altijd een stuk mooier, maar ik denk ook wel een stuk veiliger geworden voor de ouderen, maar ook voor onze kinderen. Ja, ik ben er gewoon echt blij mee. Kunnen de auto's hier niet zo heel hard meer door dit dorp heen rijden. Is echt een hele verbetering. Ja, en ook de vrachtwagens en de tractors, dat zal zeker schelen. Gaan ze nou vanaf het begin tot het eind de hele weg aanpakken? Was dat maar waar, zover zijn we nog niet. Voor nu gaat het in ieder geval van hier tot de Laamhoef aangepakt worden. Maar ik ga me er hard voor maken dat we ook uiteindelijk van dit punt heel de Dorpsstraat mee gaan nemen. Nou, dat gaat jou zeker lukken. Heel veel succes. Hey Chris, we staan hier op de Heidedreef. Ja. Volgens mij hier bij de laatste starterswoningen die er gebouwd zijn. Ja. We hebben elkaar ook wel vaker gesproken over de woningbouwplannen. Ja. En ja, wat vind jij nou eigenlijk echt belangrijk daarin? In de woningbouwplannen van Geemonde, ja, is belangrijk dat er regelmatig startswoningen gebouwd worden. Woningen voor de jeugd die moeten starten, die nog niet het kapitaal hebben dat een ouder heeft. En dat moet regelmatig gebeuren. En dat is niet 1 keer in de 10 jaar zo, zoals hier 7, 8 jaar geleden zijn deze gebouwd. Dat moet eigenlijk om de 3 jaar moet er een aantal woningen gezet worden. Om de continuïteit te krijgen. We hebben constant ook mensen die hier zeg maar, de starter zijn. Ieder jaar komen er mensen op de markt voor zo'n huis. Dus die ja, jaarlijks, of in ieder geval regelmatig, moet daar woningen gebouwd worden. Ja, dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, hè, Chris. We moeten niet alleen maar grote projecten doen. We moeten gewoon kleinere projecten, of in ieder geval gefaseerd uitvoeren. Om onze starters een toekomst te geven. En volgens mij is dat uiteindelijk natuurlijk ook om de leefbaarheid te verbeteren. Hè? Gezinnen, kinderen voor onze scholen, leden van onze verenigingen. Ja, natuurlijk. Kijk, dat is de basis van de leefbaarheid van een dorp. Woning. Het moet de mensen wonen. Het vernieuwt. De wereld verandert, de maatschappij verandert. We worden allemaal steeds meer individueel. Maar we moeten voor elkaar zorgen om deze gemeenschap hier in Geemonde, om je leefbaar te houden. En daar heb je die woningen voor nodig. Ook stadswoningen. Die uitdaging die neem ik aan, Chris. Want dat er gebouwd moet worden voor onze jeugd, dat staat vast. Ja, ja, dat is denk ik zeker. Dus ja, 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 ja. Hey, Femke. Hey, Hans. Hoe is het? Ja, alles een gangetje, hè? Ja, ik zie het mooie jas eraan. Hoort er ook bij, hoort er ook bij. Nou, kom verder. Ik moet even wat doen hier bij het gilde. Nou ja, je ziet wel, we hebben wel een mooie accommodatie hier. Hè. En ook een prachtig sportpark dat we hebben. Hè. Want de manege, daarachter de tennisvereniging, de voetbalclub. En die voetbalclub die gaat nou nieuw bouwen. Dus nou, ik ben hier best tevreden over. Ja, er zijn altijd wel zaken natuurlijk waar we minder zijn. Hè, want ja, bijvoorbeeld de lasten die wij moeten betalen. Wij moeten voor deze grond in eigendom bijna 1.000 euro per jaar aan de gemeente betalen. Nou, we hebben ongeveer 50 volwassen leden. Dat is al 20 euro per persoon per jaar. Dat we aan de gemeente moeten betalen. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje veel. En ja, ik hoop dat er wel iets anders kan. Maar goed, voor de verdere rest ja, ben ik best tevreden. De aanloop van jeugd. En ja, we liggen al best goed bij de Geemondse mensen en zo. Dus maar ja, goed, we lopen ook al 6 eeuwen lang lopen in Geemonde rond, dat scheelde. Ja. Kijk, en in die 500-600 jaar dat we hier in Geemonde rondlopen, hebben we verschillende dingen georganiseerd. Bijvoorbeeld in 2002 hebben we nog een hele grote gildedag gehad. Met alles terrein, alles was gildebroeders en vlaggen en trommen en geluid. Het was prachtig om te doen. Alleen als ik dat nu moet organiseren over een paar jaar, zijn we weer aan de beurt. Ja, als je dan ziet wat de lasten zijn en de vergunningen en al die dingen waar we aan moeten houden. Als vereniging is het eigenlijk heel moeilijk om iets te organiseren. Vooral buiten uw accommodatie om. Maar misschien dat we als gemeente kunnen zorgen voor 1 pakket vergunningen waar alles in zit, waar elke vereniging mee aan de slag kan, dan hoeft niet iedereen het eigen dingen uit te vinden en zo. Dus dat zou wel makkelijk zijn. En dan een ander puntje is de verduurzaming. He, want we hebben daar een prachtige manege met een heel mooi dak. Ja, er kunnen zonnepanelen erop. Wij hebben ruimte genoeg zonnepanelen erop. Alleen het is een flinke investering. En hoe komen wij nou aan dat geld voor die investering? Als de gemeente nou ergens een potje had zitten dat ze ons eigenlijk zeg maar in het begin kan ondersteunen of zo.
of garant staan of zo, dat zou ons wel ontzettend helpen. Hans, dat verenigingsleven is natuurlijk kei belangrijk. Heel belangrijk. Voor een dorp als dit. Zoveel voorzieningen hebben we hier niet. En dat bindt toch onze samenleving bij elkaar. Zeker. En die lasten die moeten passend zijn bij de omvang van de vereniging. Precies. Ga ik mij hard voor maken. Fijn. Uiteindelijk ook die evenementen die zorgen voor het bruisende. Ja. Dat moet makkelijker kunnen. Vind ik ook. En voor de verduurzaming van die verenigingsgebouwen moet het beter kunnen. En ik ga me er hard voor maken dat de gemeente jullie daarmee gaat helpen. Geweldig. Fijn, dankjewel. Geemonde. Een klein dorp met een rijk verenigingsleven. Een hechte samenleving waar we allemaal keihard aan werken. Een dorp waar het fijn wonen, leven en werken is. En dat moet zo blijven. Als echte Geemondenaar heb ik mij hier de afgelopen 4 jaar hard voor gemaakt. En dat wil ik de komende 4 jaar weer gaan doen.